Hallo, mijn naam is Tim. And all I want for Christmas is een home cinema. Daarom ga ik er zelf één maken vandaag. Welkom bij Tech Lifehack. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Wel, een grote kartonnen doos, een stiftje, breekmes, meetlat, een tablet en een beetje sfeerverlichting. Ik heb geen idee waarom home cinema's zo duur zijn, want ze zijn verschrikkelijk gemakkelijk om te maken. We starten met onze kartonnen doos. Je draait hem op zijn zijkant en dan gaan we daar uiteindelijk een opening in snijden voor de tablet. We starten daarmee door gewoon af te meten. Je legt gewoon de tablet waar hij moet liggen. Tekent dan mooi met je stift de hoekjes af. Voorzichtig dat je de tablet niet verschuift. Natuurlijk, als we die opening gewoon nemen, valt die tablet daar gewoon door. Dus we gaan het ietsje kleiner maken en een 1,5 centimeter afnemen. Daarvoor gebruik je natuurlijk je meetlat en je stiftje opnieuw. Gewoon puntjes zetten in de hoek is genoeg. Het steekt natuurlijk niet op een millimeter, maar maak gewoon dat de tablet genoeg heeft om op te steunen. Dan verbinden we gewoon de puntjes. En eens je dat gedaan hebt, is het natuurlijk tijd om te snijden. En natuurlijk, snij niet je vingers. En dan zijn we bijna klaar. Er is eerst nog tijd voor de sfeerverlichting. En eens de decoratie er ligt, vergeet dan natuurlijk niet je tablet met je zelf gekozen favoriete kerstfilm. Voor mij is dat natuurlijk Love Actually. Oh nee, jongens, Die Hard. Die Hard is een kerstfilm, zeg ik. Yippie-ki-yay, mother. Proximus. Think possible.